is maandagochtend. Het is nu inmiddels 11 uur 's ochtends, geloof ik, als ik het goed heb. En ik ben nu bij Zoom in TV met Ryan en met Luca. En we gaan nu intro's opnemen voor onze kanalen. Aangezien we toch ook meer content gaan aanleveren, hebben we dat gewoon nodig. Dus we gaan gewoon even goede filmpjes maken. Wie we zijn, wat we doen, hoe we het gaan doen. En ik ben eerst aan de beurt. Dus ik heb een microfoon om. We zijn nu even bezig met de autocue. Ik sta weer voor greenscreen. Hier zijn ze druk bezig met de boel even aan het installeren. En zij zijn hier druk aan het overleggen. Vader, zoon. Hi guys, gaat het goed? We leven. Zoals jullie zien, we zijn druk bezig. Hi guys, wat te gek dat je kijkt op mijn kanaal. Ik ben Alfredo, make-up artist, haarstylist en geadopteerd uit Colombia. Lijkt het jou leuk? Klik dan even op abonneren. Ja, toch, klaar. Niks meer aan doen. Ging soepel, ja. Dat is echt goed. Ja, was het goed? Ja. Nog een keer? Ja, was goed. Dat is genoeg. So if you do a full thing, it's... Ja. You can always decide to roll with the full thing or cut it longer or shorter. Like for example, you could cut once a whole sentence rather than just this bit. Yeah, so it looks smoother. Okay, just, okay. You need to cut it. Cut it. Hi guys, wat te gek dat je een kijkje neemt op mijn kanaal. Oké, nog een keer. Sorry. Hi guys, wat te gek dat je een kijkje neemt op mijn kanaal. Ik ben Alfredo, make-up artist, hairstylist en geadopteerd uit Colombia. Ik zal gaan vloggen over de hoogtepunten uit mijn leven. Dit kan variëren van het bezoeken van grote festivals, leuke evenementen en lekker thuis gewoon hangen op de bank. Ook zal het gaan over beauty, lifestyle en andere reizen die ik maak. Lijkt het jou leuk om op de hoogte te blijven? Klik dan even op abonneren. Nou, zoals jullie zien zijn nu de hairstylist dus bezig. Jullie vragen dus altijd af hoe Luca aan die krullen komt. Die heeft hij van mij, denk ik. En nu krijgt hij wat hij van zijn moeder heeft. Gladde haren. Sorry. Oké, ik ga jullie zo vertellen wat ik aan het doen ben, maar eerst ga ik stuk. Rai, wat is er? Ja, die heb je toch al? Nee, die heb je niet. Doe eens naast mijn schoen. Waar staat die dan? Ja, oh, dat is een vrouwenschoen. Jawel, het is een vrouwenschoen. Blauw heeft ze een blauw, ik heb ze in het oranje. Niggerschoen. Nigger, ergens. Nou, kom dan, maatje. 8,5. Nee, wat is het? Dat is dames. 8,5, hier. Nee, het is dames, dus je moet een grotere maat hebben. Dat was maatje 9 dan? 9,5, hier. Is dat dan? Ja. Oké, guys, wij zijn in de... Wij zijn zowaar beland in een outlet voor Nike's. En heb ik nou al die dozen of heb jij er nou in die niet vallen? Nee, dit is alles. Jij gaat die twee passen. Ik heb geen doos vallen. We gaan schoenen passen, jongens. Kijk. Er is een discussie over die daar, ja. Of die daar. Op dit moment kom ik dus achter dat het echt gay is. Jongens, mensen, dit zit als gegoten, maar het is een winterding. Een renschoen, kijk, dit is stof hier. We gaan de herfst in, dus let op, de erde maand regen. Slecht die is zwart leer. Ja. Goh, moet ook zo handiger zijn. Nou, precies wat jij zei, ik heb al één met zeg maar zwart leer. Nee, dat is suède. Ja, dat... Oh. Nou, dat je bij jezelf denkt van, goh, wat heeft hij aan? Zwarte. Hi. Zwarte night? Ja, zwarte night. Pit. Wat een verschil, hè, dames en heren. Jullie denken natuurlijk waarom ik aan het vloggen ben. Dit is al ongeveer de 12e keer dat hij naar die spiegel loopt met twee zwarte pitschoenen. Ja, oké. Okay. Ja, dus ja. Zijn we eruit? Nee. Wat voor schoenen heeft hij zelf aan? Hou op. Zwarte Nike. Dit is ook kleurrijk. Dit zijn zijn eigen Nike. Dat zijn de nieuwe Nike. Zelf. Wat ga je nou doen? Weet je wat ik denk? Ik denk dat ik deze twee doe. Deze. En deze. En deze. Dan heb ik wit en zwart. Dus die 40 is blijven hier? Dat denk ik. Pap. Ik kan altijd terugkomen. Je moet hem die andere Air Max laten passen. Dit was weer een nieuw avontuur van Fred at the Nike Outlet Store.
Alfredo. Bam. Zo, we zijn ondertussen beland in de praxis, want we moeten een mat hebben voor mijn vriendin. En Fred vindt ook dat ze een mat moet hebben voor de moddervoetjes. Ja, Fred is voor 20% gezakt. Ja, dat is voor prima. Maak me geen moeder. Kijk wat je hebt gedaan. Oh, 20% korting op alle deurmatten. Nu wordt het interessant. Ja. Hey, kijk. Maar dat zien we ook echt niet pas. Nou, dan hebben we krulletjes, maar dan hebben we ook die. Dan hebben we ook die. En dan hebben we die. Yes. Als ik dan mijn vriendin een beetje bekijk, dan was die geweest. Welke? Welkom. Welkom. Ja, dat denk ik ook wel, ja. Papa, echt zo. Echt afstand van. Papa. Dit ding is gigantisch, man. Kijk dit. Welkom. Ja, nou, dat zijn we dus niet. Dus wat gaan we dan doen? Ik vind deze eigenlijk wel heel praktisch, gewoon voor buiten. Gewoon bij de poort of zo. Toch? Ben je klaar in één keer? Hoe? Oké, dit is gewoon een lelijk stuk vreten, dus dat krijgt het voor gezien. En made in India wordt hem niet. Kajas, veeg je voeten. Ja, die is groot zat, toch? Of is die kleur dan weer niet goed? Dat vermoeien we niet. Dit is Alfredo. Heeft u gezien? Dit is Alfredo. En zijn matterie. Dus wat is het geworden nu? Nee. Wat is het geworden? Voor buiten en voor de balkon. Voor het balkon, voor de tuin. Maar tuin is toch ook buiten? Wow. Ja, nou, zie je er nog een van dit dan? Oh, ja, dat... Nee, maar buiten hebben we geen modder, toch? Nee, klopt, daarom. Dus die kun je dan binnen naar leggen. Dus dat binnen zo op het licht voor zo'n grijze, zwarte mat liggen. Grap! Ik bemoei niet, ik vraag help mee dan. Het is jouw girlfriend. Dit is dan een beetje in het interieur. Ja, maar dat is de stof. Ja, maar er staat wel op. Er zit ook rubber achter, het is gewoon modder. Kijk, wasbare droogloopmat. Ja, sterk absorberend vermogen. Absorberend vermogen? Maar denk je, ja, nou, oké, dan doen we die. Bemoei je niet, hè? Nee, dit is net zo groot als wat je nu in je hand hebt, hoor. Klopt, maar dit ding is 11, 12. Maar ze zien er toch allebei anders uit? Dankjewel. Kind was vader. Oh, jongens. Ik heb ook echt helemaal niks. Ik ben al klaar mee, Fred. Ik wil weg. Gaas. Niet de band. Het zijn wel echt hele lelijke matjes, hoor. Maar wat wil je anders hebben? Wil je die meenemen? Mevrouw Pontekorven gaat klagen. Wil je die meenemen? Ik bemoei niet. Hier kun je je voeten tenminste opvegen. Fantastisch. Je bent echt verschrikkelijk. Dames en heren, even kijken hoe meneer erbij staat. Hé, hey, te irriteren. Yo, goedemiddag. Het is nu dinsdag en wij zitten nu met z'n allen bij Given. Met z'n allen is de vlogfamilie. Is het dinsdag, ja? Het is wel dinsdag. Ja, lekker hoor. Het is dinsdag. Ahmed vindt ook dat het dinsdag is. Is dinsdag. Maar zei ik dat echt zo? Anyway, het is dinsdag. En wij... Ik heb net gemaakt voor mijn auto, hoor. Ik zit bij Rotonde, die man, ik zit rustig, hij komt en klapt, bam. Gewoon bij Rotonde klapt hij achter zo. Klopt, maar dus we waren eigenlijk te laat. Maar we zijn hier nu op het hoofdkantoor bij Given in het Fashion Center. En ja, we zijn even op zoek naar de juiste kleding. Maar goed, anyway, Luca heeft zijn hele set al bij elkaar. Ryan die is inmiddels ook al bezig. Zoals je ziet zitten de heren op hun telefoon. En we zijn wederom weer aan het wachten op de vrouw. Ryan, ben je blij met je aanschaf? Goeie dingen, hè? Ja, echt. Oh, trouwens, Luca. Laat eens even je schoen zien. Kijk jongens, deze schoenen. Doe eens een beetje plek op de zijkant. Nice. Goed schoentje. Ja. Goeie fit. Goed, mochten jullie willen weten waar het van is, Given, zoek het op. Daar kun je die kleding vinden. Ik laat jullie binnenkort nog wel allemaal even zien wat we hebben uitgezocht. We hebben hier lopen passen en mee, maar het is, zoals je ziet, het is gewoon een showroom. Dus ik ga hier niet in mijn onderbroek zitten van, joe, dit is het. Binnenkort komen de foto's online en laat ik jullie zien wat het allemaal geworden is. Jongens, Given is goed voor ons geweest dit jaar. Wij gooien dit lekker in de auto. We gaan nu die kant op. Ik moet nog even langs mijn werk en dan... Ja, laat ik jullie binnenkort zien wat we allemaal gehaald hebben. Loutje? Ja. Was gezellig, hè? Was heel gezellig, maar nogmaals, jullie hebben dat waarschijnlijk ook in mijn vlog gezien. Fred is zo kattig tegen mij vandaag. Ja. Dat je echt denkt, hoe is het verder met jou? Mag ik jou nooit eens pesten? Hoezo?
Hoezo? Hoezo? Ja, hoezo? Hoezo? Ik ben zo lief voor jou. Ja, nou en... Ik regel echt al mijn hele hebben en houden deel ik met Wij jou. Zijn ook echt alleen maar lief. Ik mag toch ook wel eens een keer nee, ongesteld ik reageren? Ik ben nooit kattig tegen jou. In mijn hele leven, mijn hele leven, Free, heb ik nog nooit kattig tegen jou gedaan. Nee, dat is waar. Ik ben altijd lief en altijd meegaand. Nou, ook... dan is het tijd voor verandering. Tijd voor verandering, vriendin. Jongens, die Fred die jullie altijd in die vlog zien. Dat lieve, schattige, veel te schattige make-up artist jongetje. Ja, die jullie allemaal zo lief vinden. Ja, die is dus niet zo lief hoor. Gewoon een kleine kattenkop is het, man. Oh, zo nou weer een kattenkop? Ik ben een dude. Hé, hey, dat was mijn handrem. Hey. Ik ben een kerel. Nee, maar je bent echt een kattenkop. Een kattenkop, ja? Een kattenkop is dat. Want dat gedrag doen alleen maar kattenkoppen. Het zijn echt... Meisjesgedrag is. Wilde je wijven zeggen ja? Wilde wijven zeggen. Meisjesgedrag. Nee, ik ben zeg maar een meisjevrouw, maar ik ben gewoon niet kattig. Ik doe daar gewoon niet aan mee. Nou, dat staat gewoon niet online hoor, vriendelijke vrienden. Als ik je niet meer leuk vind, dan hoor je gewoon niks meer van me. Dan antwoord ik je appjes niet meer. Nou, dat is toch nooit gebeurd. Nee, daarom ben jij niet. Zeg, ik ben nooit maar heel veel andere mensen wel. Gewoon you down. Yeah. Oh, wat heerlijk dit. Oh, wat was het weer een leuke dag zeg. Ja, we hebben een lekker dagje gehad. Oké, okay, nou ik neem jullie de komende week alweer even een keer mee. Dit was de dinsdag en ik zie jullie snel weer op een volgende. Dag! Dag!